Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Ja Peter, vandaag SVZW Excelsior 31, 2-1 winst. Allereerst gefeliciteerd met die overwinning. Was wel moeizaam. Ja, ik moest uit de tenen komen. Het weer, ja, klinkt alweer heel, daar hebben ze ook last van. Dat hadden ze ook. Het was stroperig. Iedereen zat een beetje op 70% energie, denk ik. Waar we normaal gesproken het kunnen opbrengen om heel dicht bij elkaar te spelen. Ja, hadden we het gewoon niet voor elkaar. Ondanks dat we eigenlijk best wel veel vrije mensen hadden. Hun met 5 mensen achterop verdedigend. Dat betekent toch ergens dat je vrije mensen hebt. Maar daar hebben we gewoon veel te weinig mee gedaan. Ook weinig kansen? Nou, eerste helft? Nou, volgens mij hebben we 3-4 redelijke kansen gehad. Met een aantal momenten. Misschien niet spectaculaire grote kansen, maar wel kansen. Ja. Mogelijkheden, ja. Ja, dan ga je de rust in met 0-0. Ja, je wil winnen, want je wil zo lang mogelijk meedoen. Daar hebben we het elke week eigenlijk over. En dan komen zij op 1-0. Wat denk je dan? Ja, we waren niet groots. Hè. Dan moet er gewoon heel veel gebeuren. Wil je die wedstrijd dan naar je toe trekken? Ja, en hoe je die klok tegenkrijgt. Foutje, Pim in instantie, verkeerd inschatten. Die vond ik sowieso niet zo heel goed in de wedstrijd zitten. Maar ik moet zeggen, Carlos erin, echt grote complimenten voor Carlos. En Jasper die erin kwam, die bracht een hoop energie. Ja, en snelheid. In één keer gebeurde er wat aan de rechterkant. Want daar hadden we onze mensen over, zeg maar. Links Simon en rechts Stijn. En de tweede helft dan Carlos met Jasper. En die hebben daar toch het verschil met z'n tweeën gemaakt. En uiteindelijk zo'n Stefan met zo'n actie, weet je wel. Dat hij 4-5 minuten zichzelf vrij speelt. Uiteindelijk gaat die bal naar de rechterkant ervoor en doelpunt. Uiteindelijk is het ook wel weer kwaliteit, individuele kwaliteit. Mooi. Ja, dan staat Hielke weer op de goede plek. En ja, toen kantelde de wedstrijd echt, vond ik, met die 1-1 dan. Ja, toen waren we. Ik vind sowieso dat we de bovenliggende partij waren. De hele wedstrijd wel, ondanks dat het lastig was. Het is met dit weer. En het is altijd makkelijker om te wachten en te verdedigen dan dat je het spel moet maken. Ik vind ook gewoon dat we niet met 2-1 gewonnen hebben en de betere waren. Ja, en bij hun bij 1-1, hun staan natuurlijk niet zo heel goed voor. Dat hebben ze natuurlijk meegemaakt dit seizoen. Dan zie je ook een klein beetje dat bij hun de moed in de schoenen zingt, zeg maar. Maar alhoewel, Filip ook vanaf de kant echt bezig was om ook in die eindfase nog de 2-2 te maken. Mensen naar voren. Ze waren echt wel bezig om het ons lastig te maken. En terecht ook, bedoel. Ja, dat mag ook. Dat is voetbal, hè? Ja, nee. Het zou raar wezen als dat niet zou gebeuren. Ja, want ik sprak net Sean Lubbers, heb ik even voor de camera gehaald. Omdat hij ook een verleden bij Excelsior 31 heeft. En een van zijn laatste wedstrijden speelt. Maar die zei ook, bij ons gingen met 1-1 gingen de kopjes hangen. Met 2-1 was bij ons eigenlijk gebeurd in hun hoofd. Ja, was ook zo. Ze speelden daarna nog, er kwam de Jansen nog in. Er is toch best wel wat voorin, zeg maar. Vrij snel de lange bal spelen. Maar ja, ik moet zeggen, Joost en Melvin pakten daar. Carlos ook, slim. We hebben toch veel eigenlijk niet meer in de problemen gekomen. Ik vond juist Joost trouwens een dijk van de partij spelen. Ja, onomstreden. Joost is denk ik een van de betere centrale verdedigers in onze competitie. Daar zijn we ook ontzettend blij mee. Ja, nog één wedstrijd thuis tegen Flevo Boys. Sparta Nijkerk heeft gewonnen en Staphorst heeft gewonnen. Ja, en Sparta Nijkerk moet volgende week naar ACV. Dus zelf in en dan kijken, Peter. Nou ja, ik teken ervoor. En wij Flevo Boys, daar winnen we het op. Dus thuis zijn we altijd wel redelijk op ons sterkst natuurlijk. Ik zou er niet gerust op zijn als Sparta Nijkerk was. ACV uit, het is geen makkelijke. Dus alles kan nog. Het is open. Ja, we zijn zeer benieuwd en daar ben jij natuurlijk ook. Dus bij deze de oproep om met z'n allen naar de koerbel te komen. Zeker. Ik bedoel, er kan wat gebeuren. Ik vind ook echt dat we een mooi seizoen hebben gedraaid. Buiten wat er zaterdag gaat gebeuren. Het zou natuurlijk echt slag om op de taart wezen. We hebben een heel constant seizoen gespeeld. Goed voetbal gespeeld. Mooi voetbal gespeeld. Dus mooie groep. Ja, echt wel. Dankjewel voor het interview. Dankjewel, man. Hey, bedankt. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.